naam is Paul. We rijden nu langzaam Amsterdam binnen. Naar de plek waar ik mijn eerste bedrijf ben begonnen. Dat heette de Suite Zinderend Amsterdam. Ik begon daar een restaurant en zette al heel snel ook DJ's neer. Het concept stond als een huis. Het was echt een heel tof restaurant. Er kwamen superveel bekende Nederlanders. Op een gegeven moment was het echt zo'n hotspot, zeg maar. Wat je in Amsterdam snel hebt. Als iets nieuw is en tof is, dan gaat iedereen er naartoe. Uiteindelijk ook wel een pittige tijd, omdat ik failliet ben gegaan. Waarvan ik heel veel geleerd heb. Ik kwam er dus achter, door dat bedrijf op te zetten, dat ik heel creatief ben. Wat ik eigenlijk niet zo heel goed wist voor mezelf. Kwam ik er ook achter dat ik dus eigenlijk helemaal niet zo zakelijk ben. Ik heb mijn zakelijke skills inmiddels wel beter ontwikkeld hoor. Maar toen de tijd zei ik tegen mezelf, oké, als ik ooit weer een bedrijf ga beginnen, dan ga ik dat met iemand samen doen die gewoon wat zakelijker is. Dan kan ik mij gewoon lekker focussen op de creatieve kant. Nou, we zijn er. Dit was mijn zaak, 18 jaar geleden. Hier hing heel groot bord de suite boven. Dit was de ingang. De ingang zit nu verderop. Maar laten we even binnenkijken. Hoi. Ik ben Paul. Hoi, Tamara. Aangenaam. Welkom. Het enige wat nog gelijk is met toen is de keuken. Hierachter had ik dan die Marokkaanse lounge. Wat ik al zei in de auto, Anouk vond het heel leuk om de zangeres om dit af te huren. En met haar band lekker te chillen, cocktails te drinken. Dit was de ingang. Dan kwam je hier binnen in een cocktailbar. Dan hadden we hier een soort fashion-achtige corner met modeshows ook tijdens de avonden in de weekend als het druk was. Het is inderdaad zeker. Nou ja, te gek. Nice. Leuk, bedankt voor de ruimte. Ja. Heel erg. Zie je later. Ja, succes met alles. Oké, okay, doei. Yo. Ja, lachen. Toch wel leuk. Ja, toen ik uiteindelijk terugkwam in Groningen, toen ben ik bij Pand 48 gaan werken. Als programmeur en als manager. Ik werd daar eigenlijk gevraagd om het concept nieuw leven in te blazen. Pand 48 liep op dat moment niet zo goed meer. Er bestond al een tijd, er was een beetje veel van hetzelfde geworden. Dus die ondernemer die had behoefte aan nieuwe frisse wind. En Studio 80 was het voorbeeld voor mij van een club midden in de stad die gewoon 5 dagen per week open was. Dus toen heb ik gezegd tegen hem van ik wil dat wel, ik wil die klus wel, ik wil hier wel manager worden, programmeur. Maar dan gaan we wel 5 dagen in de week techno programmeren. Nou, we zijn weer terug in Groningen. Bij Pand 48. Of nou ja, Talk of the Town nu. Vroeger ook al Talk of the Town toen het nog pandje was. Ik hoorde van Harde Baas dat hij 2 tickets had voor Berlijn. Voor een nacht met label Klopfgeist in Club Mix. Toen leerde ik dus Pieter kennen, Klopfgeist. En was eigenlijk direct al in de bus, was het direct al een vette klik. Gewoon hetzelfde type mensen, hetzelfde energie, hetzelfde vibe, hetzelfde doel. Lekker feesten. En iets toffe subcultuur bouwen, zeg maar, met z'n allen. En we voelden een enorme verbinding. En in Berlijn was het helemaal werd gewoon een huwelijk tussen 2 steden. En toen zeiden we eigenlijk meteen van laten we gaan samenwerken. Toen zei ik tegen Pieter, ik ken nog een plek, Helsinki Straat. En toen werden we eigenlijk allebei heel verliefd op die plek. En toen zijn we gaan kijken wie is daar de eigenaar. En toen is die hele molen zijn we ingegaan van huurcontract. Met gemeente proberen daar een vergunning te krijgen. Wat ook heel ingewikkeld was, jaren duurde. En toen zeiden we van we moeten hier echt een club van gaan maken. En toen kwam ook de naam Paradigm op een gegeven moment op ons pad. Pieter heeft dat bedacht. Nou ja, the rest is history.